Hi, that's not so much. Hi. Hi. Yo. Hi, yeah. Hi. Do I have any password? In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. In deze aflevering van Studio 2020 ruimbaan voor dit prachtinstrument, de vleugel, de Steinway. En daar mag een muzikant achter zitten, Job Roggeveen, die daar op zich weer heel erg blij van wordt dat hij achter dit majestueuze instrument zijn muziek mag spelen. Job Roggeveen ken je misschien als de componist van Happy Camper. Jaren geleden toerde hij met gastmuzikanten zoals Leine, Pien Veit, Janne Schra langs het festivalcircuit en liet zijn liedjes horen. Vandaag speelt hij piano in gezelschap van een violiste, Rani Kumar, die je misschien kent van het stringquartet Red Limo. Hier is Job Roggeveen. Hoe was het? Ja, fijn. Ik hou heel erg van de concentratie van opnames. Dus ik ben eigenlijk het liefst gewoon in de studio bezig. En het moment dat die aangaat, dat je weet van oké, nu komt het erop aan. Nu kan ik niet meer dingetjes herstellen of gewoon in één take iets doen. Daar hou ik van, ja. Hoe vind je jezelf als pianist? Ik vind mezelf een subtiele pianist. Maar ik zie mezelf wel nog meer als componist dan als pianist. Dus ik ben aan het spelen natuurlijk, dat is mijn grote rol is melodieën verzinnen en een compositie maken waar je mensen helemaal in meeneemt. Maar,
Dus altijd dat denken vooraf en dat plan verzinnen. En dat spelen, dat is echt het vakmanschap eigenlijk. Dat moet je gewoon elke dag doen om te zorgen dat dat werkt. Ja, maar je speelt goed, toch? Dank je. Ja. Of zou je dat niet van jezelf durven zeggen? Nou, dat durf ik wel van mezelf te zeggen. Maar ik zie ook wel nog waar ik in kan groeien. Ja. Ja. Nou, we zitten heel erg analytisch te praten over jouw muziek. Doe je dat zelf ook wel eens? Nadenken op die manier over wat je aan het maken bent? Ik denk niet vaak na over een melodie. Dat is meer, dat is er gewoon. En het is het soort, weet je wel, ik zit op de fiets en er is in één keer een melodie. Dan moet ik iets opnemen en daarna ga ik naar huis en dan ga ik dan... dan verzin ik er dan dingen bij. Zeg maar. Dus dat is een soort proces waar ik niet letterlijk niet in woorden over nadenk. Maar ik denk wel vaak na over... Oh, ik ben benieuwd naar deze klank in combinatie met mijn soort melodieën. En dan zit het in instrumenten of in ander soort klanken die je kan zoeken. Of in een vocalist. En ik vond bij Happy Camper was echt het doel van... Oh ja, ik wil zangers vinden. Zeg maar, zangers en zangeressen voor ieder nummer. En nu zoek ik meer in... Oh ja, daar zou misschien een zanger mooi zijn die misschien niet eens tekst hoeft te zingen of zo. En nu daar een violist, of misschien ben ik wel op zoek naar iemand die harp speelt. Of weet je, het zijn maar veel meer naar instrumenten aan het kijken eigenlijk. En de klank. Ja. Ongeveer 9 jaar geleden ben ik een project begonnen. Dat heette Happy Camper. Ik was in die tijd, schreef ik heel veel liedjes. Ik speelde in allerlei bands, maar ik had een project in mijn hoofd waarbij ik dus liedjes schreef. En dat was ik langzaam aan het voorbereiden. Maar ik had het idee dat,
mijn liedjes eigenlijk een betere zanger verdiende dan ik zelf was op dat moment. De gedachte kwam toen, wat als ik nou iemand vraag daarvoor. Maar toen dacht ik eigenlijk, misschien is het wel leuk om per nummer iemand te vragen. En ik kwam toen backstage vaak muzikanten tegen die ik bewonderde, zoals Tim Knol of Marien Dolijn van Mos of bijvoorbeeld Janne Schra. En ik trok de stoute schoenen aan en vroeg één voor één hen om mee te doen aan mijn project. En het zoomde een beetje zo rond van, oh ja, die pianist is bezig aan iets. En niemand wist helemaal waar dat naartoe ging. En ik was dan ook wel een beetje bezig met bluffen, dat ik bijvoorbeeld tegen Blauwtsoen zei van, oh ja, Tim doet ook mee. En dat zei ik dan ook tegen Tim. En nou ja, op die manier kreeg ik het een beetje van de grond. En toen was die plaat op een bepaald moment. Maar toen kwam er ook wel het idee van, ja, wat als we dit nou eens live zouden doen? Maar dat is natuurlijk een soort logistieke nachtmerrie. Maar van dat soort ideeën, als iets een soort van onmogelijk lijkt, dan denk ik vaak, nou ja, misschien moeten we het toch maar proberen. Dus een allereerste show op Noorderslag lukte met iedereen erbij. En dat werd een soort schoolreis voor indie muzikanten dat jaar, langs hele mooie festivals als Lowlands en uitverkochte zalen. Na 3 platen merkte ik dat ik heel erg toe was aan me puur focussen op echt alleen maar de creativiteit die in compositie zit. Dus niet meer heel veel mensen bij elkaar halen, maar juist puur op melodie. Omdat ik het idee heb dat mijn kracht is als componist. Ik wil nu graag een stuk spelen, Made to be Wanting. Dat is een instrumentale versie van een liedje van de eerste plaat dat oorspronkelijk gezongen werd door Janne Schra. En daarvoor heb ik Rani Kumar meegenomen op altviool. Thank you.
Dit programma dit is gekomen omdat we vanwege corona vonden dat er vanuit televisie ook meer aandacht mocht komen op de Nederlandse muziek. Ja. Bij het wegvallen van festivals en het sluiten van venue doors. Hoe heb jij 2020 ervaren zover? Ja, voor mij, ik hoorde veel om me heen dat mensen een soort rust ervaren. Ik snap die rust, van er was een bepaalde druk naar de buitenwereld, was er misschien weg. Ik had wel een vrij hectisch leven, moet ik zeggen, tijdens die tijd. Ik heb een dochter van 8 die lesgegeven moest worden. En ik heb we zijn bezig aan een tv-serie voor de VPRO met de studio. En we hadden eigenlijk net een team aangenomen van 12 man die 4 dagen op onze studio heeft gewerkt. En die moesten weer naar huis. Maar die gingen wel thuis door, dus die moesten op afstand aangestuurd worden. Dus we waren eigenlijk gewoon constant bezig. En tegelijkertijd ben ik nieuwe stukken aan het schrijven. Dus ik had eigenlijk een vrij hectische tijd. En toen kinderen weer naar school konden, toen werd het iets beter te doen. Heb je het live spelen gemist? Ja, zeker. Ik had mijn debuutplaat heb ik gepresenteerd in de koorzaal van het concertgebouw. Echt vlak voordat, ongeveer anderhalve week voordat alles stopte. Ook toen nog heel erg gedacht van, is dit nog, weet je wel, kan dit nog? Maar alles ging nog door. En heel blij dat we een hele mooie avond hebben gehad. Maar ik had wel die avond ook zo gezien als, dat ga ik nog veel vaker doen natuurlijk. Dus ik mis wel het contact wat je maakt met mensen. En dat je gewoon het hele intieme van een stuk inzetten en dat met z'n allen beleven. Dat ga ik graag weer doen. Gelukkig kan het binnenkort weer wel. Maar op kleine schaal en buiten vooral. Vandaag heb je ook Rani Kumar bij je. Ja. Waarom heb je haar uitgenodigd? Was dat nodig in deze stukken? Ik bedoel niet dat ik het niet fijn vond hoor. Ja. Maar was het nodig in deze stukken? Wat ik wel merk, of wat ik ik merk dat een viool, die kan een stuk soms wel echt doen optillen, zeg maar. Dus daar zit een soort expressie in die je in piano niet voor elkaar krijgt. En ik hou heel erg van die combinatie met dat instrument wat helemaal daarboven stijgt, zeg maar. Dus dan breng ik een soort van basis waar zij op kan vliegen eigenlijk. Thank you.
Hoe omschrijf je dit jaar? Zo. Ja, ik denk dat ik het zeg maar een algemeen gevoel als dat we minder kunnen vertrouwen op alle dingen die je voor lief nam, zeg maar. En er zit een soort onrust bij. Je weet niet waar dat naartoe gaat. En ik denk dat ik merkte ook wel richting zo dat het nu wat meer vakantietijd is, dat iedereen om me heen echt heel hard eraan toe was. En dat mensen toch iets zwaarder hebben gehad dan je aanvankelijk denkt. In principe denk je gewoon, we gaan gewoon door. We doen gewoon de dingen die we kunnen, maar er zit wel een soort zorg bij de hele tijd. Het nieuwe nationale chagrijn. Ja, het chagrijn, ja. Je kan het chagrijn noemen of een soort zorg. En ik denk dat iedereen voor zich moet bedenken, hoe ga ik hier weer mee om? En hoe blijf ik een soort van hoop en zin in de toekomst hebben? Hoe ga jij daarmee om? Ik denk dat het waar ik van hou is in ieder geval soms met fijne mensen samenkomen en dat wat meer voorbereiden, maar ook me wel echt storten op creatieve uitingen. Dat is een soort veilige wereld voor mij. Ja. Dus voorzichtiger? Zeker voorzichtiger, ja. Ja. Ja, maar tegelijkertijd vind ik juist wat ik zo fijn vind aan wat het leven zo fijn kan maken, is heel onbevangen zijn, zeg maar. En die onbevangenheid, ik denk dat ik dat zoek in creativiteit. Dus dat je dus in het maken van het werk aan zo'n film of aan het maken van muziek, dat je eigenlijk die zorgen even uit kan schakelen voor een moment. Het volgende stuk wat ik ga spelen is een bewerking van de soundtrack van Otto. Een film die ik maakte met mijn animatiestudio Job, Joris en Marieke. En de film die gaat eigenlijk over een karakter wat niet bestaat, namelijk Otto. En het idee van de film ontstond toen de dochter van Joris en Marieke, hun dochter Aagje, die had een imaginair eendje. En het imaginaire eendje nam ze overal mee naartoe en iedereen speelde dat met haar mee. Maar op een bepaald moment liet ze het op een feestje zien aan haar oma. En ze zei, oma, kijk, eendje. En oma deed mee en die keek, maar die verstond eitje, want het was een beetje rumoerig. Dus ze nam een hap uit het eendje. En daardoor was het eendje natuurlijk dood. Aagje helemaal in tranen. En wij waren als filmmakers heel erg onder de indruk van de kracht van haar verbeelding. Dat het dus echt, er was niet, ze kon niet een nieuw eendje verzinnen. Het eendje was echt dood. Nou, daar hebben we een film over gemaakt, over Otto. En dat is een imaginair vriendje van een meisje. En dat imaginaire vriendje wordt ontvoerd door een vrouw op een bepaald moment. Ik heb daar de soundtrack bij gemaakt en dit is de pianoversie daarvan.
Teardrop, ja. Oké, dan ga ik even met de koptelefoon.